Bij de Pompoenkliniek in Nijmegen is vrijdagmiddag een TBS'er Ronald van Zet ontsnapt tijdens zijn begeleid proefverlof. Ronald van Zet werd in 2014 veroordeeld tot een celstraf van 3,5 jaar en TBS. Hij werd veroordeeld voor seksuele verrichtingen met minderjarige meisjes en jongens. De TBS'er is nog altijd voortvluchtig, maar is volgens de kliniek en zijn advocaat ongevaarlijk. Het gaat om een 35-jarige blanke man met een fors postuur. Toen hij ontsnapte, had hij een zwarte jas en een spijkerbroek aan. Mocht je denken Ronald van Zet te herkennen, benader hem dan niet zelf, maar allemeer direct 112.